Hallo dames en heren en welkom bij deze droomvideo. Vandaag filmen we het verlaten kasteel van Almere. Langs de A6 bij Almere vind je deze ruïne. Waar het lijkt of moeder natuur al 100 jaren bezig is om het kasteel een beetje bij beetje af te brokkelen. Maar niets is minder waar. De bouw van het kasteel Almere startte in 2000, maar werd in 2002 stilgelegd vanwege financiële problemen. In 2005 werd dit project opgekocht om een hotel en een trouwlocatie van te maken. Echter werd het bestemmingsplan hierdoor niet goedgekeurd. In 2013 kwamen er plannen om hier een nieuw pretpark weg te zetten. Maar zoals de foto's voorspellen, is dat nooit op van de grond gekomen.